Hallo Melfam en welkom terug bij een gloednieuwe Five Nights at Freddy's video hier op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk Melvin, het is vandaag weer dinsdag, het is ook de eerste van de decembermaand en ik dacht, ik ga jullie trakteren. Ik heb namelijk onder letterlijk alle Five Nights at Freddy's video's die ik tot nu toe heb gemaakt, altijd reacties gekregen en vragen gehad over... Wanneer doe je nou Sister Location? Nou, om even daar antwoord op te geven, ik heb alle spellen gespeeld op volgorde van release dag. En vandaar dat we nu pas de allereerste video krijgen van Sister Location, dat zijn we hoor! Er is misschien wel één dingetje en dat is dat ik bij nacht 4 ben. En dat komt omdat ik natuurlijk al 4 jaar geleden ooit een keer heb gedaan. Maar ik kan me er niks van herinneren, dus we moeten een nieuw game drukken. En dan gaan we dit voor het eerst in 2020 doen! Holy damn! Woe, ik heb er zin in jongens! Oh, wat? Danny? Why won't you play with her? Okay. Oh yeah, the Welcome lift. Welcome to the first day of your exciting new career. Oh, wow. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Thank Model you. 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Please be careful, terwijl het ding zo erg lagt. Oké. We gaan even heel kort het verhaal natuurlijk ook bespreken voordat ik mijn naam Mike intyp. Wij zijn nu bij een totaal andere franchise dan Fazbear's Pizzeria's. Wij zijn nu namelijk bij Circus Baby Pizza World. Dit is als het ware een zusterlocatie van Fazbear. Is ook gegenereerd en gecreëerd door Afton Williams. De man die eigenlijk gewoon al heel veel kinderen heeft vermoord. En hij heeft het nu zo gedaan dat op deze locaties de meest geavanceerde elektronica aan het werk is. En in principe zijn alle elektronica, oftewel animatronics die hier aan het werk zijn, kidnappingmachines. Dus klinkt super leuk, super spannend en dat gaan we nu proberen als maintenance guy tegen te houden. Dat het gewoon een beetje rustig blijft, ja. Oké, ik zei één ding verkeerd. William Afton heeft niet het pizzabedrijf gemaakt, maar heeft de robots gemaakt met zijn nieuwe bedrijf genaamd Afton Robotics Incorporated. En daarmee heeft hij Funtime Animatronics gemaakt en die zijn dus in die pizzeria waar wij nu aan het werk zijn. Dat is even het verhaal. Laten we in ieder geval maar onze naam intypen als dat gaat lukken. Waar is de M? Daar is de M. Dit is toch al gewoon onmogelijk. Wauw, dit is echt grappig dat dit gewoon al zo kut is. Nou, Mike A. Oké, enter. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Wat? Ex-Benedict? Is dat een of andere grap? Oké. Ik drukte op die rode knop toen de lichten uitgingen. Waarom kan ik al op deze dingen drukken allemaal? Wat? Night One! Oh my god, daar zijn we. En nu? Ik moet zeggen, ik vind het muziekje wel lekker klinken. You can now open the elevator using that bright, red and obvious button. Let's get to work. Obvious, ja, heel obvious. Oh! Danger, danger, danger? We moeten ook echt een vent in? Gozer, waar Allow is ons werk? Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Yeah. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day. Oh. And it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. Oh, okay. You are now in the primary control module. What? It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. Okay. View the window to your left. To your left. This is the Ballora Gallery party room and dance studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Oh. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Ballora. Press the blue button on the elevated keypad to your left. What? The blue button? Oh.
Ik heb nogal eens moeite met links en rechts. Okay, we moeten in ieder geval de blauwe knop. Oh, ze is er niet! Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Nee. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Holy shit, hey! Let's check the light again. What? Excellent. Staat er gewoon. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Okay, now Ballora. View the window to your right. View this the window. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Funtime Try the Foxy. Light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Hij is er niet. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Yeah. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Okay. Holy shit. Hij is er nog steeds niet. Let's try another controlled shock. Nog één. Gaan we die gast helemaal... Wat? Het is niet goed, Pik. Oh, daar is hij. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Okay. Great job. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Okay. Maar gaan hier ook dingen gebeuren in die gangen of hoe zit dit? Want ik vind het best eng om hier rondheen te kruipen. Maar ik weet nog wel dat dit allemaal ongeveer zo was. Circus Gallery vent. Wat zei ze? Dat vond ik niet fijn. On the other zei. Side of the glass is Circus Baby's auditorium. What? Let's check the light and see what Baby is up to. Circus Baby auditorium? Ze is er niet eens. Looks like a few of the lights are out, but yeah. We can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Okay. Ze is er nog steeds niet. Let's try another controlled shock. Hallo, Baby? Oh my god, dit vind ik best Let's eng. Let's try another controlled shock. Dit vind ik oprecht heel eng, dat we haar 3 schokken geven. Oh shit. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. What? That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Ik heb letterlijk niks gezien. Wat? Doe even normaal. Dit is niet goed. Oh mijn god, wat is dat voor geluid? Oh mijn god! Er is iets aan de hand en er gaat iets niet goed. De Circus Gallery vent is gaande. Volgens mij... We hebben onze shift complete! Het is in plaats van night complete ook shift complete and enjoy some time at home. Nou, dat vind ik toch fijn dat we het hebben mogen halen. Maar het was wel echt heel gek. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? Oh, what yeah. will they do? All of that and more happening now. The immortal... Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down? What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat! Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Nou, lekker. Ik vond het wel een leuke show. Ik heb heerlijk wat popcorn gegeten en genoten van dit avontuur. Okay. Wauw. Deze is wel echt gewoon geweldig hoor. Why won't you let me go? Wat? We gaan ook gewoon gelijk. Welcome back for another night of intellectual What? Stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. Okay. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Nee. Using the keypad below, please... It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing... Angsty Teen. What the fuck? Angsty Teen, okay.
Dat nu toe, geweldig dit spel. Dit is denk ik wel misschien mijn favoriete Five Nights at Freddy's samen met deel 1. Deel 1 gewoon omdat het nostalgie is en dit deel gewoon omdat het gewoon net even wat anders is. Hij heeft gewoon net even wat anders gemaakt, zeg maar. Het is gewoon even nieuw en dat vind ik zo leuk. We zijn in ieder geval weer bij de begaande grond en we moeten nu weer de mooie deur openen in nacht 2. Onze tweede shift gaan we gewoon nog even proberen in deze video, want het is gewoon geweldig. Kijk, open die deur. The elevator stopped. You know the routine. Get up now or whatever. Stay here if you want. Stay here if you want? Dat ga ik niet doen. Ik ga wel lekker mijn werk doen, pik. Hey. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Oh. Okay, so not that funny, but... It's a story. Not that funny. Nee, inderdaad. What the fuck is dat voor verhaal, pik? Een dood lichaam is hier gevonden. Ja, daar wou ik vrolijk van. Nou, wat is nu weer onze opdracht? Moeten we weer iedereen activeren? Okay, let's start with your nightly chores. Yep. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Waarom is hij opeens zo negatief? Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Oh mijn god, hij is opeens anders. Waarom is... Hallo? Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Gozer, er gaat van alles fout. Great. 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 Dit vind ik echt heel creepy. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Maar nu is alles fout gegaan. Nu zijn ze niet aan het dansen en niet op hun locatie en kunnen ze gewoon rondlopen, of niet dan? Oh shit, maar hoe kan het dan opeens dat die stem fout is? Dat is zo mysterieus, zo sick. Circus Gallery Vent. De Circus Gallery Vent, ja dat ben ik. Ik loop daarin. Maar dat is zo naar. Dat is zo creepy. Circus Baby had a busy day today. Okay. Let's check the light and make sure she's in proper working order. No, Circus Baby, hoe is het met jou? Ik zie haar weer niet. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Okay. Hij werkt niet. Let's try another controlled shock. Pik, hij werkt niet! There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Yeah. Please stand by while I reboot the system. Oh, shit. I will be offline momentarily during this process. Oh, nee. Various other systems may be offline as well, oh, such nee. as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Oh my god. Hoe creepy is this? Motion trigger. Entryway vent. Funtime Auditorium Maintenance Vent opened. Ballora Gallery Maintenance Vent opened. What the fuck? Hello? I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Yeah, that's right. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, oh, and wow. It worked for him. Oh. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. What? It will be over soon. They What? Will lose interest. Moet ik hier gaan hiden? Under the desk. Grab here and drag. Okay, nu moeten we geen oogcontact maken. Dit kan ik me ook gewoon nog een beetje herinneren. Ik kan me alleen niet meer die stem herinneren dat meisje ons opeens helpt. Waarom? Oh, dat is zo creepy.
Dit is echt gewoon mokertje eng. We mogen in ieder geval geen oogcontact... Dat was een oog. Ik vind het echt heel eng. Oh, fuck. Wat zitten ze te doen, joh? Pik! Doe even rustig, ja? Ik zit hier ook maar te hiden. Ik heb ook maar me laten vertellen dat het gemaakt is door een vorig iemand die hier werkte. Omdat hij gewoon wist dat hij de lul kon zijn als hij hier ging hiden. Het gaat open! Nee, doe het niet! Doe het niet! Holy shit, maar wie doet dat? Het ging open, doe dat niet! Oh shit. Hallo? Geen oogcontact maken is tot nu toe redelijk gelukt. Het enige wat er gebeurde is dat hij open werd getrokken. Ik ben echt gewoon helemaal flabbergast. Omdat ik me dit allemaal niet kon herinneren, maar dat is nog zo... Nee, doe dat nou niet! Doe dat nou niet! Nee! 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 Nee, ga niet open! Jumpscare me niet, kom op! Hou hem tegen! Mike, je kan dit! Mike! Mike, pik! Holy shit. Lekker bezig, Mike. Aan jou heb ik tenminste wat. She is watching us, maar wie is she? Wie is die vrouw die net überhaupt sprak? Hallo? When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful. That you must restart the system manually. Oh wow. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait, and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Ja, dan moet ik hier wel uit, Pik. Oh, go back. Oh my god. Hoe fucking vet is dit? Dit is zo ontzettend gruwelijk. Holy damn. Maar we moeten dus zo meteen heel stil gaan Circus gallery vent. Ja, dat ben ik. Hou daarmee op. Ik vind het niet leuk dat je dat zegt. Maar we moeten dus door die galerij gaan kruipen om de stroom te hernieuwen. Dat is toch zo naar. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. Oh my god. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily, as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Sick, go ahead. Maintenance vent opened. Ik weet alleen nog niet wie die vrouw is. We moeten dus nu... kruipen. Heel voorzichtig kruipen. Maar we horen nog geen muziek. Dit is echt veel te eng. We moeten daar naartoe. Waarom moet het ook handmatig gedaan worden? It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Dat die gast ook zegt... Ja, ik ga geen audiogeluiden maken. Ik ga gewoon geen afleiding doen. Schreeuwt vervolgens keihard door die zaal heen dat ik langzaam ben. Pik, jongen. Oh, hoe ver moeten we nog? Ze ging vlak voor ons langs. Ze ging vlak voor ons langs. Gozer, we waren bijna dood. Pik, je bent er echt bijna. Ik weet niet hoe dicht je wil bij die deur, maar we zijn er bijna. Kom op. Kom op. Open die deur dan. Kom op, Pik. Ja! Oh! Oh! You may now interface with the breaker control box. What? Using the interface may disrupt nearby electronics. Oh, nee. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. What? Calm down and go back to sleep. No one is here. What the fuck?
Waar moet ik op drukken? Restart? Go back to your stage. Everything is okay. Dit is niet gezond. Everything is okay. Let's go back to sleep. Hoor die Oh, er staat gewoon iemand! I think it was just a mouse. Waarschijnlijk als ik hem gewoon restart ga ik keihard dood. Toch? Of ben ik nog gek? Wat? Restart er gewoon eens één. Doe het gewoon eens. Waarschijnlijk ga ik dood, maar dat maakt niet uit. Of wel, ik weet niet. Oh mijn god. Go back to your stage. Everything is okay. Everything is okay. We moeten er zorgen dat hij groen is. En als hij groen is, kunnen we tot 100% komen met het restarten. En dan is het allemaal veilig ofzo. Of niet? Oké, daar gaan we weer. We moeten de allerlaatste. Kom op. Observatie 2. 100%. Kom op. Ga er naartoe. Ah, 100%. Great job. Yeah. This completes your tasks for the night. Oh. Please proceed back through the Ballora Gallery with care. And we'll see you back here tomorrow. Serieus, we moeten er terug doorheen? We moeten terug door de Ballora Gallery. Dat meen je niet. Oh, fuck. Waar is de deur überhaupt? Is die kant op? Wat ik trouwens wel gek vind, is dat hij nu zegt dat we voorzichtig moeten zijn. En de vorige keer zei hij dat we zo snel mogelijk moesten. Maar wat is daar de reden van? Wil hij ons het tegenovergestelde zeggen? Of wat doet hij? Ze zei, is someone there? Ik ben hier helemaal niet. Ik weet niet wat je lult. Kom op, kruip door. I can hear someone creeping through my room. Nee! Ik ben het niet, echt niet. Ik zweer het. Oh jongen, maar dit zou ook maar je werk zijn. Dat bedenk me nu pas. Je zou maar werken op een of andere gekke plek en dit is wat je iedere dag moet doen. Je moet kruipen door een hal heen, omdat er een of andere dodelijke robot in zit. Ik zou dat werk niet doen. Nee, dat weet ik nu wel. Ja! Shift complete! Het duurde zo lang, maar we hebben het gedaan. Enjoy some time at home. Dat ga ik zeker weten doen, pik. Damn, wat een spel dit, joh. Daar zitten we weer. As the sun sets, so also does another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Can their love rise again? That and more happening now. Ik snap niet waar dit vandaan komt. Clara, the baby isn't mine. It is Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long lost love? Tune in tomorrow to find out. Dankjewel voor deze leuke avond met avonturen en met verhaaltjes en zo. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Sister Location. Ik heb weer ontzettend veel genoten namelijk van dit spel, ook al was het 4 jaar later. Het maakt helemaal niks uit. Ik wil ook dat jullie allemaal dat blauw duimpje omhoog drukken. We gaan natuurlijk volgende week nog even Five Nights at Freddy's 4 doen. Maar daarna is het tijd om dit spel te gaan spelen. En misschien toch alle Five Nights at Freddy's tot nacht 5 uit te spelen in 2020. Voor nu druk op de andere video hiernaast mij. Klik op het knopje abonneren, druk op het belletje, druk op het like knopje omhoog. Duimpje hè. En dan heb ik nog maar eens gezegd tegen jullie. En dat is... Doei mensen!